In deze machine worden manteltabletten gemaakt. Links worden de kernen geslagen en in het rechtergedeelte wordt om zo'n kern een mantel geperst. Het stofvrij werken in deze afdeling is vervolmaakt door de persen automatisch te vullen uit granulaatbunkers en verder door bij iedere pers het stof direct weg te zuigen. De drageerketels, waarin een suikerlaag om de kern wordt aangebracht, staan in één lange rij opgesteld om een gelijke lichtinval te krijgen. Want met dat licht moet de drageermeester de kleur en de glans beoordelen. In iedere ketel wordt warme lucht geblazen om het verharden van de suikerlaag te bespoedigen.